Ja, daar zijn we weer, beste premium bazen. Uh, op de redactie hebben wij uh, rondlopen, althans als freelancer als hij er is, Kevin. En Kevin houdt van obscure, kleine, gekke, maffe, toffe, onontdekte games. En die brengt hij dan mee en die laat hij dan aan jullie zien in Kevin's keuze. Maar we hebben nog zo iemand op de redactie rondlopen. En dat is Jasper. En Jasper houdt ook van maffe, obscure, kleine, gekke, maffe, onontdekte games. En hij wil die ook aan jullie voorstellen. Nou ja, dan is het toch logisch dat we gewoon een item maken en dat heet Jasper's keuze. Ja, of ja, dat is Kevin heeft mazzel. Dan is het Kevin's keuze. Dat is ja, een iteratie. Jasper's jams. Dat klinkt ook Jasper zo stom. Jasper's jams. Ja, maar ja, dan willen ze dat je muziek gaat maken. Jasper's junk. Jasper's junk. Maar dat is Echt? weer negatief. Ja, precies. Dus... Ja, dus denken ze straks dat ik het junk ben? Moet exact. exact uh, Dus het is gewoon Jasper's keuze geworden. Drie games vandaag en de eerste game die je aan ons wil uh, laten zien en uh, aan jullie allen... is een game die uh, eigenlijk alles doet wat Battlefield zou moeten doen, maar dan op zijn Mindscape-achtigs, en dat is BattleBit Remastered Minecraft. Minecraft, wat zijn? ik? Ja, Mindscape. Ik, oh god, jeetje, dat, dat, dat het maakt niet een, maakt uit. Daarom, Minecraft, daarom, daarom sorry. Ben ik, daarom ben ik hier ook. Exact. Zo, zo tillen wij elkaar door, de, door deze prachtige warme dag heen. Heel belangrijk inderdaad. BattleBit Remastered. Ja. Ik, uh, ik heb het er uh, heel graag even met de kijkers over, want uh, BattleBit Remastered uh, heeft mij namelijk weer. Uh, Laten voelen wat Battlefield 2 en 3 mij hebben laten voelen. Namelijk mm -hmm. de, de fucking essentie van wat Battlefield moet zijn: squad-based gameplay, totale chaos. 127 tegen 127 man. Nou, je ziet het ook op de beelden. Uh, constant doodgaan en gefrustreerd raken, maar dus ook beter willen worden. Superveel unlocks, alles kan kapot. Voertuigen, het is uh, 19 maps trouwens. En dat alles voor de schamele prijs van volgens mij heb ik er 13 euro voor betaald. Mm -hmm. Maar dan wel met de kanttekening dat de graphics eruit uh, nou ja, zien, zoals Minecraft. Ja, um, ja wat kan ik? ik. Ik kan zoveel dingen over deze game zeggen. Het is een game die ontzettend uh, vaak uh, in development weer opnieuw op de schop is genomen. Is, hij, is er ooit dan een Battle Bit uitgekomen? Nee, 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 het is een grap van de devs. Want ze zijn, ah. zo vaak, ze zijn redelijk vaak opnieuw begonnen. Dus ja, oké. Okay. Ja, en het concept is eigenlijk gewoon heel simpel. Het is een Battlefield-stijl game. Je hebt conquest modes. Je hebt ook de rush modes, die je wel van Battlefield kent. En hij is volgens mij of net uit early access of bijna uit early access. Dat weet ik zo even niet. Maar hij voelt af, af genoeg. Om, mm -hmm. uh, ja, om de simpele reden dat de game gewoon heel pick-up en play is. Je, je, hebt, je, je start hem op en voordat je het weet zit je in een potje. En het is gewoon, ja. Dit is wel de type gameplay waar, waar ik gewoon Battlefield. Um, ja, ooit voor. Um, ja, waardoor ik ooit van Battlefield ben gaan houden. Ja. Het is super intens en de chaos is echt unparalleled. Je, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt, dat ik met zoveel mensen op een server zat. En ja, los van de graphics even levert dat wel gewoon echt bizarre conflicten op. Met gewoon echt explosies op een frequentie wat je nog niet eerder hebt meegemaakt. Alles nee. is constant aan het kapot gaan. En ja, het werkt gewoon heel goed. Um, waar ik dus ook bij moet zeggen dat de nieuwe Battlefield games, vond ik de squad-based gameplay steeds ondergeschikt te worden aan nou ja, de poppenkast van uh, vrouwelijke soldaten en uh, rare hoedjes en skins. En ik weet niet, ik, had, ik heb en ik denk veel Battlefield spelers hebben het gevoel gehad dat DICE een beetje zoekende was naar wat nou Battlefield zo vet maakte. En ik denk dat ze dat bij BattleBit zelf wel weten. want nou ja, volgens mij weten ze donders goed wat Battlefield populair maakt. Alleen, zij wilden veel meer games verkopen. Dus zij wilden richting de Warzones, de Fortnite's op, weet je wel. Van mm -hmm. In plaats van, weet ik veel, 10, 15 miljoen wilden ze dus er 40 miljoen van die games verkopen. Dus zijn ze main, meer mainstream gaan worden. En... Ja, dit is natuurlijk gewoon. Je zit al geen opsmuk aan, maar het is mm -hmm. gewoon pure rauwe squad-based gameplay. Met inderdaad, de, 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 het, het knallen is nog eens keer realistisch. Wat een beetje een rare mindfuck maakt. Want je hebt het idee van: ik zit een hele kinderachtige game te spelen. Ja, ja, ja. En maar dat is het ja. feitelijk niet. Nee, daar moet je, je inderdaad niet door laten afschrikken. De gameplay of de visuals zijn uh, maar ja, minecraft minecrafty maar de gunplay van de game is echt ontzettend realistisch. En um, ja, dat, dat, dat zie je ook. Je hebt ook dat pieken. Het voelt meer als een PUBG. Met een beetje, ja, toch wel de Battlefield-feel. Maar het is echt een ontzettend um, diepgaande shooter, eigenlijk, wat dat ja. betreft. Um, er zijn ook al 1,8 miljoen van verkocht, volgens mij. Wat, ja. wat best een prestatie is voor een uh, dev van dit formaat. Nou ja, het is meer dan op dit moment die laatste battlefield spelen. Dat is ja. wel een beetje sneu, natuurlijk eigenlijk. Het zal natuurlijk ook te maken hebben met de ja. prijs van de game. Ja, en je ziet aan alles dat het een. Uh, eigenlijk willen zij uh, de wrongdoings van Battlefield corrigeren. Ja. Alleen hebben ze niet het budget uh, en de engine daarvoor. Nee. Maar als je gewoon puur de gameplay pakt, is dit wel de essentie van wat het vet maakt. Voorbeeld is ook uh, de squad-based gameplay is heel erg uh, in balans vind ik nu al. Het draait echt om samenwerken en ja je moet je kan niet als uh, een alleen maar assault squad de boel gaan uh, killen, want je nee. hebt gewoon medics nodig, je hebt support nodig. Bijvoorbeeld een uh, clip als jij een magazijn leegschiet en je reload hem, ja en je je kan ook een half magazijn weggooien zeg maar. Weet je, je moet eerst je hele magazijn leegschieten. Dat soort kleine realistische dingetjes. Ja. Ja dat is, het het is een verraderlijke game wat dat betreft, want het ziet er vriendelijk uit, maar dat is het niet. Het is echt uh, best pittig. Um, er zitten nog wel wat dingen in die ik wel jammer vind. Zoals de vehicles zijn echt nog niet uh, in balans. Die, mm -hmm. uh, ja, die zijn frustrerend om in te stappen. En ja, bewegen ook nog een beetje houterig. Dus wat dat betreft hebben ze nog veel uh, werk te verrichten. om het echt een beetje op het niveau te krijgen. dat het mm -hmm. kan gaan competen met de grote jongens. Maar voor dit soort van liefdeskind van een paar Battlefield-fans en. Het ja. draait waarschijnlijk ook op, uh, op zelfs nog de PC van je oma. Dat, dat, dus, ja, dat is ook te Heel gek. Toegankelijk, ja. ja. En het is goedkoop, dus je kan het altijd even proberen. En als je een paar maten hebt, en uh, ja, je wil gewoon een intense team-based shooter voor een, voor een, nou, twee tientjes. Nou ja, wat, 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 wat ik leuk vind, en dit doet mij heel erg denken een beetje aan de, de, de goede oude dagen dat je op kantoor uh, zat. Is, hey, zullen we met z'n allen even een potje kweekspelen? spelen. En dat kon je heel makkelijk gewoon opstarten. Als het ware, omdat het allemaal. Ja, het stond op ieder pc. Wat dat betreft. Het, het ging simpel. Het was niet zo zwaar. Mm -hmm. Tegenwoordig, als je bijvoorbeeld. Een potje Warzone wil opstarten moet je eerst nog 17 schermen heen en uh, 15 aanbiedingen van de dag afslaan ja. en dan kan je pas een potje spelen. Ja. Dit is wat jij mij vertelde gewoon aan boom, je zit erin. Ja, het is heel simpel. Je komt het menu in en je krijgt eigenlijk direct gewoon de optie wat wil je doen? Wil je een quick match? Wil je ja. 32 tegen 30? 64 tegen 64 of wil je 127 tegen 127? Hoe lang duurt het langste potje dus met de, met al die mensen erin? Dus zeg maar de, de, de maximale aantal mensen. Nou, het is een beetje hetzelfde als Battlefield qua ja. qua duration en je je hebt 19 maps ook al ook community maps en ja het is gewoon een heel bruisende game op dit moment um, ja wat ik wel zelf ben ik dus wel oppervlakkig ik ben echt een graphics hoer dus ik vind ja. het af en toe wel jammer dat een game die in potentie zo goed is ja, qua gameplay eigenlijk alles wat Battlefield doet al doet en soms nog wel beter minus de vehicles dan er is er is echt genoeg te polijsten maar voor deze ja voor ja. deze prijs dan uh, zou ik zeggen, als je een pc hebt en je, je hebt Heimwee naar Bad Company en Battlefield <laughs> 3 en dat soort dingen. Dan geef dit een kans. Want met de juiste squad of de juiste vrienden, kan je hier echt uh, hilariteit meemaken. Oké. Okay. Dus uh, ja, Battlebit remastered. Ga checken. Battlebit remastered. Uh, gaan wij naar de tweede game. En die speelt zich af in de Tsjechoslowakije van 1987 waar een. Een soort van. Uh, ja, er, er is iets, iets gebeurd. Waardoor uh, het allemaal niet zo heel erg fijn toeven is daar. En dat moet je al een beetje gaan oplossen. De, het, het, heeft een, het, het heeft een communistische uitstraling met ook nog eens een, keer een hele aparte naam: Rot. Ja, Rot. 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 Um, ook een shooter? Ja, ook een shooter. Dus jij houdt van shooters. En ik had ook meteen toch wel een klein beetje een kweekdoemachtige. Gevoel of zit ik er dan heel ver naast? Nee, dat klopt wel. Hoor. Het, uh, het rot, het is natuurlijk niet de eerste game in die die zoiets doet. Je nee. had, uh, in 2017, volgens mij had je dusk was ook zo'n game ja, die eigenlijk een beetje de ja, de old school vibes doet herleven van uh, ja, vroeger toch wel echt de PC-shooters uit die ja. tijd. Een beetje de 2000-era, dan heb ik het over Soldier of Fortune, uh, Sin. Had je volgens mij, nou ja, ga maar door. Heretic, allemaal dat soort games. Mm -hmm. En ja, Hurot uh, trok in eerste instantie niet echt mijn aandacht, omdat de hele kleurentint van de game is ongeveer wat je in het riool aantreft. Het ja, is letterlijk allemaal vrij bruin. stront en groen. Maar eenmaal aangekomen in de game zelf, ja, werd ik vrij snel echt gegrepen door de liefde die de makers in deze game hebben gestopt. Waar zie jij liefde aan? Ja, de interactiviteit van dingen. Het is echt hilarisch. Bijvoorbeeld, uh, op, nu, je kan in de game je kan op alles drukken, zeg maar. Dus soms mm -hmm. vind je een typemachine en dan kan je dan drukken. En dan gaat hij een soort liefdesbrief aan Lenen schrijven. Het is allemaal, en je kan ook uh, de, de president hangen van die portretten. er staat er Kiss. Als je dan op, en dan gaat hij de, de portret kussen. Uh, het zijn allemaal van die hele kleine knullige dingetjes. Ja. Ja, waar ik gewoon, daar ga ik heel goed op. Ja. Die makers die zijn gewoon... Uh, ja, die hebben, die hebben niet... Uh, hoe zeg je dat? Die zijn niet om vijf uur naar huis gegaan, zeg maar. Die nee, dit, echt, dit uh, is een... Een singleplayer verhaal? Dit speel je gewoon uit en that's it? Of dan wil je ja. nog een keer spelen om te kijken of je een betere score kan krijgen of sneller? Of... Ja, het is, het is gewoon een singleplayer game. Ik denk dat de mensen, ja, als ik dan zeg van mijn generatie, dan weet ik niet of ik generaties tekort doe. Maar ik ben vroeger echt opgegroeid met PC-gaming, met. Um, dit soort shooters waar je gewoon eigenlijk, um, ja, net als met Duke Nukem, je hebt uh, drie verschillende story um, chapters. Ja. Die hebben allemaal tien levels, net als Doom eigenlijk ook. Ja, en bij deze game is dat niet anders. Het, um, het, het vindt op geen enkele manier het wiel opnieuw uit, maar de wielen rollen echt smooth als boter. Ja. Als een paling in een emmer visolie. Het is echt niet normaal. Het gaat het, vanaf. Kijk, ik ken dit soort games. Ja. Um, ik heb altijd een heimwee naar die tijd omdat gamen in essentie zo simpel kan zijn. Je hebt het begin van het level. Je hebt het eind van het level. Ja. Je moet een sleutel vinden. En je hebt een paar soorten enemies. Je weet allemaal precies wat die enemies voor gevaar uh, possessen, zeg maar. Ja, en deze game doet het gewoon perfect, vind ik. Ik was zo onder de indruk van hoe simpel dit is. Maar hoeveel plezier ik er eigenlijk mee had, ja. weet je wel. Het is, ja... Rot, ik, uh, ik was echt onder de indruk. Er zitten ook bijvoorbeeld ook allemaal van die geintjes in, weet je. Er zit een soort uh, Bomberman game ook in. Gewoon ja. in het menu. En wel meer van dat soort kleine... Ja, dat moeten de kijkers zelf maar gaan ontdekken. Ik wil ook niet te veel spoilen, maar... Nee. Ja. Ook dit is gewoon weer een uh, zeer betaalbare, volgens mij ook 15, 16 euro. dacht ik. Ja, volgens mij. Ik... En vaak is ja. Steam sales en dat soort ja. dingen allemaal. Ja. Kun je dit voor een mooi prijsje halen. Uh, ja de volgende game namelijk dat is een hele speciale want het is niet een game want de, de eerste twee games die we hebben besproken zijn games die echt recentelijk zijn uitgekomen of in ieder geval eh, die eerste wat Battlebit is natuurlijk een, een early access maar feitelijk zeggen ze nu van oké okay, hij is nu eigenlijk uh, klaar om echt gespeeld te worden. Dit is een game uit 2017. Mm -hmm. En die wil je er toch nog even bij betrekken? Ja, toch nog wel eventjes. Want um, ik ben een grote Castlevania-liefhebber. Ja. En ik denk uh, dat er best wel wat kijkers zijn die ook een, uh, ja, deze franchise een heel warm hart toedragen. Mm -hmm. En ik, was zo, ik heb dit niet ontdekt in 2017. Ik heb dit dit jaar pas ontdekt. En ik ja. was er zo ontzettend van onder de indruk hoe goed dit is gedaan. En dat is dus Castlevania Simon's Destiny. En nee, dat is niet een officiële Castlevania-game. Maar het is een uh, volledige conversie van Doom, zoals ze dat dan noemen. En het is eigenlijk, is het Castlevania 1, of in ieder geval Castlevania de Game, is het helemaal omgebouwd in 3D als een first-person shooter. En het okay. is zo fucking bruut. Het klopt, het is gewoon... Van... Mag dit? Poeh, dat is een goede vraag. Het dit kost... is gewoon op Steam te krijgen? Dit is niet op Steam te krijgen, nee. Okay. Het is, uh, er is een, uh, een uh, programma dat heet uh, GZ Doom, GZ Doom. Dat is een mm -hmm. soort van... Heel veel mensen maken daar mods voor van Doom en iemand heeft gewoon op de duur besloten ik wil Castlevania helemaal ombouwen naar een 3D game. Ja. En tot mijn grote verbazing werkt dat ook gewoon heel goed. <laughs> het, ja, het is gewoon, het is echt heel vet. Ik heb hier super veel lol mee gehad. Ja. Ja, of het mag, weet ik niet. Maar aangezien Konami volgens mij, de Castlevania franchise. Uh, ja. Ja, iedereen roept de hele tijd van. Er komt, komt, komt er een nieuwe Castlevania, maar je hoort er nooit wat van eigenlijk. Nee, en als ik ook eerlijk ben, en daarom trok mij deze game zo. Ik ben gek op Castlevania, maar eigenlijk na de DS-Castlevania's, wat is het, Order of Ecclesia? Er waren drie volgens mij. Ja. Ja, ik weet niet. Ik vond de nieuwe 3 d Castlevania's hadden voor mij niet die feel, zeg maar. Mm -hmm. van waar voor mij mijn all-time favorite blijft uh, Symphony of the Night. Ik vind dat uh, misschien wel de beste platformgame ooit gemaakt. Um, ja, wees het vooral met me eens of oneens in de comments. Dan ben ik heel benieuwd wat mensen... Ja, hoe zeg je dat? Wat, wat voor mensen dan wel het summum is. Want ja. ik ben daar heel hard op gegaan. En die Castlevania-games die daarna kwamen... hadden voor mij gewoon niet dat gevoel, zeg maar. En deze, ja, dit fanproject had dat gevoel wel... En ik vind dat super, super indrukwekkend wat mensen tegenwoordig maken. Die, uh, ja, die, hier, die krijgen hier niet voor betaald en die stoppen hier zoveel liefde en, en energie in. Nou ja, het wordt pas faneu als je snapt, dat, of tenminste ziet dat fans dus trouwer blijven aan wat een game is dan de developer zelf. Ja, nou ja, en dat is denk ik ook een beetje de tijd waarin we leven. Wat je bijvoorbeeld ook bij CD Project ziet. Die hebben ja. die mods, hebben ze geïntegreerd in de officiële 4.0-versie van The Witcher. Mm -hmm. uh, Rockstar heeft volgens mij zojuist wat lui aangenomen die die uh, Rockstar of die GTA. Um, Roleplay uh, service draaien. Hè? Ja, Starfield uh, kan je nu straks ook veel modden. Ja, dat gaan ze en, ook en, doen. ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook wel heel logisch. Want iedereen is tegenwoordig een maker, weet je wel. Dus tenminste, ja, ja de, de soort van maker community is volledig geïntegreerd in de uitgeverswereld weer. Die games worden gewoon uitgegeven met modding tools er al in. Ja. Dus het is niet meer dan logisch. En ja, hier zie je wat er kan gebeuren in potentie als je, ja, gewoon echt een soort liefdesbaby krijgt van een fan van de game. Ja. Uh, Sonic mania trouwens ook weer zo'n voorbeeld van ja een guy die gewoon helemaal gek is van Sonic en die heeft gewoon zoiets van ja Sega jullie liggen te pitten, ik doe het zelf wel. Ja. En ja dit ook het vette aan deze game is gewoon ik speelde het en ik had echt het gevoel dat dit gewoon een Konami game zou kunnen zijn mm -hmm. en dat het echt een Castlevania game is uit de serie. En um, ja dat vind ik heel bijzonder. Ja. En, uh, ik denk Misschien zijn er genoeg uh, kijkers die dit project helemaal niet kennen. GZ Doom en dus Simon's Destiny. En ja, die, dit is gewoon gratis. Dit kan je gewoon uh, ook op je Steam Deck zetten. Je kan het op je PC zetten. Het is, ja, dit moet je echt gaan. Uh, Als je Castlevania vet vindt en je hebt een beetje een retro mind, dan moet je deze shit echt checken, want het ja. is, is waanzinnig. Oké, okay, uh, drie leuke, kleine, maffe, gekke, uh, on, uh, Ja, nog niet bekende games die hier dus aan je worden voorgesteld. Um, binnenkort is of Kevin of Jasper hier weer en wie weet ook wel een ander iemand van Gamekings die uh, op een leuke manier dit soort kleinere games aan jullie wil voorstellen en uh, dan zetten we het gewoon weer klaar voor onze premium bazen. Ja.